Welkom bij aflevering 4 van Koran, Vers en Wijsheid. Koranversen van vandaag komen uit Surah Taha, vers 44 en Surah An-Nahl, vers 125. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Deze twee prachtige verzen raken een heel belangrijk onderwerp aan. Namelijk dat Allah subhanahu wa ta'ala ons in deze twee verzen wilt leren hoe we moeten praten, discussiëren en de waarheid moeten promoten. Allah subhanahu wa ta'ala geeft ons drie tools om op de juiste manier te praten en te discussiëren met anderen. En te praten zoals de profeten en de Ahlul Bayt dat ook deden. Nummer 1. Allah subhanahu wa ta'ala leert ons om te praten met wijsheid en kennis. Nummer 2. Gebruik vriendelijke en milde woorden zelfs met je grootste vijand. 3. Denk goed en zorgvuldig na voordat je iets zegt. Het gaat niet om de hoeveelheid van woorden, maar om de kwaliteit en de juiste woorden. Soms kan één woord een mens of jouw hele leven veranderen of kapot maken. Imam al-Asqi alayhi salam zegt: het hart van een dwaas zit in zijn mond en de mond van de wijze zit in zijn hart. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.